Spiritualiteit is zeker de laatste 2 jaar in een zeer grote opgaande lijn. Ja. Het geheim van de Secret, die nieuwe van het geheim van je leven. Van de Secret tot het 5 ritmes dansen. Het verkoopt. Laten we het zingeving noemen. Of beter, de nieuwe spiritualiteit. Een ruim begrip, moeilijk af te bakenen. Deze mensen zoeken het niet in het paranormale of in de magie. Eerder in stiltesessies of in meditatie. Dat je het mist als je je tanden gepoetst hebt als je naar buiten gaat. Is het ook van als je zeg maar, dagelijkse meditatie oversla, dan dat voelt niet af. Het is wel meer dan alleen bewegen. Het is ook zeker, je komt er echt wel lekker door in je lijf te zitten. Het is ook een diepe ontspanning voor mij. Nou, de wekelijkse wasmachine, het is een soort opfrisbeurt waar je lichaam en geest, waar je weer heel verfrist van verder kan. Flowen vanuit je voeten. Flowen vanuit je voeten, oké. Laat je handen maar hangen. En kijk of je de armen mee kunt nemen nou, maar tot aan je harthoogte. Je hart niet hoger. Maar vanuit je heupen. Dus hou hem maximaal tot boven je, tot bij je hart. En de rest eronder. We zijn te druk. Te druk in ons hoofd. Te veel keuzes willen we maken. Die stress is wat de nieuwe spirituelen verbindt. Al is het ook de enige overeenkomst. Zoeken naar een zekere balans. In het dagelijks leven is er ook meer een soort driehoeksvorm. Zo. Dus dat je eigenlijk dat er bovenin heel veel gebeurt. Dat er mentaal heel druk is. Heel veel denken. En dat er eigenlijk lichamelijk gezien dat er vrij weinig gebeurt. De mensen die in dit milieu actief zijn, die wel als nieuwe spirituelen worden aangeduid, dat zijn mensen die over het algemeen ook een vrij kritische houding hebben ten aanzien van de huidige samenleving. Het materialisme, de enorme haast waarmee alles omgeven is, het denken in groepscategorieën in plaats van in individuele categorieën, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die in die wereld onder vuur liggen. Leer iets vanuit je handen. Echt puur focus even op alleen die fysieke dingen. Leren zijn mijn handen zijn leidend. Handen leiden me dansen. Iemand die je verliest. Een dierbaar iemand die je verliest. Op je werk. De economische recessie wat we nu hebben met onzekerheid. Daarom is het een doorlopend proces. Want alle invloeden blijven komen. En waar ben ik? Waar is mijn centrum? Hoe ga ik eruit? Oké, hier ben ik weer. Hier ben ik weer. Net wat er is. En wat je nu ziet is dat er behoefte is om hoe kan ik daar aan mee bewegen? Hoe kan ik daar aan mee bewegen? In plaats van dat onder controle zien te krijgen. En ik denk dat dat is wat mensen zoeken en met name in deze tijd. Maar wat zoeken we nou precies? Is het zoeken om het te zoeken? Of vinden we ook echt iets? Dat zoeken is ook iets wat gewoon hoort bij spiritualiteit. Wat mensen bindt is misschien dan toch die zoektocht, maar dat klinkt zo alsof we verdwaald zijn. Maar wel het zoeken naar een nieuwe manier van leven en openstaan voor meer dan alleen maar wat we zien. Het is ook gewoon big business, hè? Nou, dat is niet mijn intentie geweest om met happiness te beginnen, de business. Ik wilde dit echt brengen. Ik wil me verdiepen in deze onderwerpen en ik wil zin geven aan mijn leven. Bovendien wil ik mijn hart volgen en een journalistiek product maken waar ik zelf ook behoefte aan had. En dat is een blijkbaar voorbeeld geweest voor heel veel mensen. Dat je hart volgen in deze tijd ook heel erg vervullend is.
Tot in de volgende week. Het is heel erg hier en nu. En dus nou, wat er nu vanavond was, dat heb ik gedanst. En dat, je danst wat er is? Ja. Mijn stemming van het moment komt in beweging. Maar ook wat er gebeurt, wat de groep, de groepsenergie. Het zijn nooit twee dezelfde avonden. Ja, oké.